Dank u wel. Tja, na Nora en Joris ben ik dan eindelijk aan de beurt. Ook ik mag u een tipje van de sluier oplichten van mijn concertprogramma wat ik heb gespeeld tijdens mijn tour in februari en maart. U hoorde zojuist Asventuras van de Duitse jonge, hele goede slagwerker Alexei Gerasimes. Het volgende stuk wat ik voor u ga spelen is Loops 2 van Philippe Hurel. Philippe Hurel is een Franse componist die heel veel voor onder andere slagwerken schreef, maar ook fluit en kamermuziek. En zijn stuk, Loops 2, zoals de titel het al zegt, bestaat uit allemaal loops, allemaal herhalingen. Hurel gebruikt een bepaald muzikaal themaatje, wat hij continu herhaalt. Tijdens die herhalingen veranderen een aantal noten, of eentje per keer, bijvoorbeeld in toonhoogte of lengte. Ja. En dat mondt uit in een soort van climax van allemaal akkoorden die bestaan uit de muzikale themaatjes die u daarvoor heeft gehoord, waarna het met de coda het stuk klaar is. Loops 2. Thank you.
volgende stuk wat hij voor u gaat spelen is geschreven door Johann Sebastian Bach. Nou hoor ik u al denken, Johann Sebastian Bach heeft toch helemaal niks voor slagwerk geschreven? Dat klopt, op een paar paukenklappen na. Slagwerk is dusdanig veelzijdig, het repertoire, het instrumentarium, dat je niet alleen moderne muziek op kan spelen, maar ook oude of oudere muziek, zoals muziek van bijvoorbeeld Bach, Scarlatti, Händel, Mozart, noem maar op. En dat ga ik vandaag ook voor u doen. Ik ga voor u spelen de prelude en couranten uit de eerste cellosuite van Johann Sebastian Bach. Thank you.
Tja, en dan bent u waarschijnlijk een van de eersten, net als heel veel anderen, die voor het eerst soloslagwerk horen tijdens een concert. Dat vind ik zonde, aangezien ik slagwerk dusdanig interessant, veelzijdig vind en het repertoire van, dat ik het niet alleen leuk vind en dat ik het niet alleen zou moeten doen, maar dat u het ook vooral zou moeten horen en zien. Dat is mijn missie. Ik wil graag het slagwerk meer bekendheid geven, vooral bij u als publiek natuurlijk, want de slagwerkers kennen het allemaal wel. Omdat slagwerk heel interessant is, om naar te kijken, om naar te luisteren, om te spelen. En daarom heb ik de kanon van de slagwerk ontwikkeld, dat staat allemaal in het programmaboekje. Hopelijk geeft het u wat meer inzicht in de mogelijkheden van het slagwerk, behalve een paar pauken en een paar bekkens achter het orkest, wat u vaak wel heeft gezien waarschijnlijk. Het laatste stuk wat ik voor u ga spelen is Rebons B. Rebons B is geschreven door Yannis Xenakis. Xenakis was, hij was componist, maar hij is tevens ook architect. En dat is goed te horen in zijn muziek. Zijn muziek is heel, vooral heel vierkant en recht toe recht aan. Vaak ook heel erg snel. En hij schrijft ook heel vaak onmogelijke dingen voor slagwerk. Net iets op te veel instrumenten tegelijkertijd. Dat maakt het heel uitdagend om te spelen. En ik denk ook heel erg leuk om naar te luisteren en naar te kijken. Rebons bestaat uit twee delen. U raadt het al, A en B. Ik speel voor u B. B is geschreven voor setup. Setup wil zeggen een verzameling van een aantal slagwerkinstrumenten. In dit geval twee bongo's, een tom, een conga, een bassdrum en vijf woodblocks. Rebons B. Thank you.
Niek KleinJan.